Het is de eerste donderdag na 2 november en dat betekent dat Druten weer uitloopt voor de Les de Mert. Wij zijn er de hele uitzending bij. Om 7 uur 's ochtends is de Les de Mert geopend door burgemeester Sigrid Zengers en de voorzitter van Les de Mert, Martien Pardoel. Al vroeg in de ochtend begint het te bruisen in het dorp en hangt de geur van erwtensoep in de lucht. Les de Mert is een historische veemarkt met een jaarmarkt met alles erop en eraan. Een jaarmarkt die dit jaar 250 jaar aantoonbaar bestaat. Voor 205 jaar terug heeft koning Willem I, de koning Koopman, aan Druten markrechten verleend. En vanaf dat moment zijn wij gaan tellen. Voor die tijd wisten we niet of je toen al 100 jaar bestond of 200 jaar of 300. Druten pakt elk jaar groots uit voor Les de Mert. Maar wat maakt het nou zo speciaal? Een jaarlijks terugkomend evenement dat ze weer gaan niet kent in het land van Maasdaal. Eén groot volksfeest die eigenlijk voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen wat wils heeft. Van de veemarkt, de paardenmarkt, de ponies, de kleindierentent met konijnen en hamsters en cavia's, kermis en ga zo maar door. Dus voor elk wat wils. Wat er eigenlijk typisch aan is dat het een rijke traditie is binnen heel veel families in Druten. En als je mensen van buiten Druten dat ook vraagt van hoe associëren jullie de Les de Mert mee, dan zul je altijd horen van erwtensoep en koeienpoep. Toch is het dit jaar geen Les de Mert als vanouds. Vanwege blauwtongvirus zijn er dit jaar geen koeien aanwezig. En geen koeien betekent natuurlijk ook geen keuring. En geen keuring betekent geen winnaar. Daarnaast zijn er ook geen kippen aanwezig. Toch worden niet alle dieren dit jaar geweerd. Ja, de blauwtong heeft ons daarbij in de wielen gereden. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen, de knut heeft ons in de wielen gereden. Want dat is de veroorzaker van alle ellende. Kleine insectje. En ja, in begin september... Toen was het eindelijk al in Nederland. Er werd ons toen verteld door de deskundige veeartsen. Nou, in november dan is het toch kouder en niet meer zo warm. En dan zal die knut wel om zeep geholpen zijn. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En tot voor een ruime week geleden hoorden we dat ook hier in het land van Maasdaal voorkwam. De blauwtong. En toen hebben wij eindelijk beslist, dan laten we niet doorgaan. Er zijn dit jaar dus geen koeien. Maar wat vinden de mensen daar eigenlijk van? We missen de koeien. Ja, toch wel? Jawel, altijd een aparte sfeer. Ja, dat was altijd wel leuk. De vee waar ik eigenlijk ook wel een beetje voor kwam, is er helemaal niet. Geen koeien, geen schapen, geen geiten, dat allemaal niet, helaas. Dat is wel jammer. Ja, ja, vindt u het echt jammer? Ja, dat hoort er denk ik wel bij, toch? Want markt en ik denk dat het er wel bij hoort. Nou, er was een hele grote plek wat ze in beslag namen. En de sfeer omheen was gewoon super. Naast de koeien zijn er dit jaar ook geen kippen op de Les de Mert. Andere jaren, de laatste paar jaar niet meer, maar andere jaren zaten er ook meer kippen en eenden en fazanten. En dit jaar en het jaar ervoor ook niet, want toen is er een ophokplicht voor kippen geweest. De ophokplicht is inmiddels, toevallig gehoord ik de afgelopen zaterdag, is opgeschort. Dus de kippen mogen wel weer gewoon naar buiten toe, maar ze mogen nog niet naar tentoonstellingen. Nog niet iedereen was op de hoogte. Wij zijn zover nog niet geweest, dus we gingen richting de koeien, maar die zijn er niet. Nee, door het blauwtongvirus zijn er geen koeien dit jaar. En ook geen paardjes? Er zijn wel wat paardjes en wat kleine dieren als konijnen, maar dat is het wel. Oké, nou, dan zien we geen koeien, helaas. Ja. Vindt het jammer? Het hoorde er wel bij. Te zien, die dikbillen en zo, dat ja. Heel leuk, dat hoort er eigenlijk bij. Ja. De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag 3 mannen veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor de diefstal en heling van auto's en kentekenplaten. De politie kwam de mannen op het spoor tijdens het onderzoek naar de vergismoord in Beuningen in 2020. Daarbij werd de Turkse klusjesman Mehmet Kilisoy op klaarlichte dag doodgeschoten. De rechtbank veroordeelde voor de vergismoord eerder 6 mannen tot celstraffen variërend van 5 tot 30 jaar voor hun betrokkenheid. ROC Nijmegen had docent Paula van Manen niet mogen ontslaan vanwege het schrijven van een kritisch boek over een nieuwe onderwijsmethode. Het ontslag is een ontoelaatbare inmenging in de vrijheid van meningsuiting.
Dat stelt het gerechtshof in Den Bosch. In oktober 2022 kreeg ze al deels gelijk bij de Hoge Raad. Die vernietigde de uitspraak van het Arnhemse Hof, waarna het gerechtshof in Den Bosch opnieuw naar de zaak moest kijken. Of de vrijheid van meningsuiting in geding was, speelde daarbij een centrale rol. In de gemeente Druten en Wijchen wordt de wekelijkse zomerinzameling van GFT-afval definitief afgeschaft. Dit gebeurt met ingang van volgend jaar. Dat hebben de colleges van beide gemeenten dinsdag besloten. Afgelopen zomer kon het afvalverwerkingsbedrijf DAR niet genoeg personeel vinden om iedere week het GFT-afval op te halen. Ook in de toekomst verwacht DAR niet genoeg personeel te kunnen vinden. Het GFT-afval wordt dus vanaf 2024 het hele jaar door iedere twee weken opgehaald, al dus beide gemeenten. Er zijn dit jaar dan geen koeien en het weer zit ook niet echt mee. Toch zit het goed met de sfeer. De kermis draait volop, mensen eten heerlijke warme erwtensoep en voor de dierenliefhebbers zijn er dit jaar gelukkig nog paarden en konijnen op de Lessemert. Welke dieren hier kunt zien? Ja, konijnen, kalfjes, muizen, ratten. En dit jaar geen koeien? Vindt u dat jammer? Ja, dat vind ik wel jammer, ja. En wat vindt u van de sfeer dit jaar? Ja, ik vind het wel gezellig. Het is altijd gezellig. Ja, niet minder omdat de koeien er niet zijn? Nee, ach, die koeien zoveel gezelligheid brengen die koeien zelf niet, hoor. Wat toch de mensen doen, hoor. We hebben een kraampje vanuit Boer Bewust. En Boer Bewust is de boer-burgerverbinding. En dan nu in Maas en Waal en Rijk van Nijmegen zijn wij actief. Dat hier mensen ook iets kunnen invullen en inkleuren? Ja, we hebben een prijsvraag voor kinderen met allemaal verschillende vragen. Maar en ook voor de volwassenen. En dan is het heel leuk om te zien dat ze echt moeten nadenken van wat is het antwoord. Ja. Okay. Deze is voor de kinderen. Deze is voor de volwassenen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hoeveel eieren zitten er in de pot? Ik ga voor 30. 31, dat vind ik leuk. Hoeveel spenen heeft een koe? Dat zijn er 4. Ja. Waar zitten de meeste vitamines in een appel? Ik denk dat dat een schil is. Waarom hebben koeien, geiten, schapen en varkens een oormerk in? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, even kijken of ik straks bericht krijg dat ik iets heb gewonnen. Er is genoeg te beleven op de Lessemert, maar lekker eten mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ja, we staan in de rij voor een super stroopwafel. We gaan even een taste-test doen. Hele verse wafels. Die maken we met de ambacht, zoals je ziet. Dus vers deeg. Een mooi bolletje gaat erin en een heerlijke wafel uit. En loopt het een beetje goed op zo'n dag? Het is koud weer en dat is altijd gunstig. Nou, dan gaan we natuurlijk even proeven. Hij is nog erg warm, dus ik hoop dat ik niet mijn tong brand. Ja, goed gekeurd. Met de sfeer zit het vandaag wel goed. Ik woon nu in Nijmegen. En ik heb heel lang in Druten gewoond. Dus, Bekend terrein. En een bekende dag dan ook dit? Ja, inderdaad. Ja. U gaat elk jaar? Nee, niet ieder jaar. Nee. Om een paar jaar dan trekt het toch weer en dan kom ik weer even naar Druten toe. Ja. En wat is het leukste aan de Lessemert? Dat je veel bekenden tegenkomt. Ja, een beetje kraampjes kijken, een keer iets lekkers eten en een lekker kopje koffie. Leuke dag, een spannende dag. Ja, gezellig. We hebben het weertje mee, dus dat scheelt een stuk, denk ik. Hè? Een rondje gelopen, van alles bezocht, even iets lekker gedronken en gegeten. Ja. Nog snert gegeten? Nee, dat moest eigenlijk wel, maar dat hebben we nog niet gedaan. Ook de jongeren vermaken zich prima vandaag. Ja, dat is weer enorm goed natuurlijk. We zijn in Druten, mooiste dorp van Gelderland. Kan niks misgaan. Vanaf nu ga ik elk jaar mooi lekker van zuipen. Mooi vroeg beginnen. Ik stond hier vanochtend om 5:45. Hoe is de sfeer vandaag? Ja, dat is wel leuk. Vanaf 6:00 begonnen bij de kroeg, bij Lamers. Ja, wel naar mijn zin. Dus je hebt er al wat uurtjes op zitten? Ja, ook weinig slaapuurtjes. Maar genoeg uurtjes erop, ja. En ga je nog tot heel laat door dan? 12:30 afgelopen, dus 12:30 ben ik hier. En het tuinhuisje voor mijn stiefvader. Ja, mooi cadeautje. Heb je die gewonnen? Nee, gekocht. Gewoon van mijn stiefvader gekocht. Nee, duivengek. Dus mooi tuinhuisje. Voor de volwassen Drutenaren is de Lessemert niet minder dan een eeuwenoude traditie. Maar hoe kijken de jongeren er tegenaan? Er wordt volop aan hen gedacht door ze bijvoorbeeld vrij te geven van school en een aantal kermisattracties te plaatsen. Kunnen zij zich ook goed vinden op deze mert? De hoeveelste mert is dit voor jou? Volgens mij iets van derde of zo. De eerste. Dat weet ik niet. Ik denk
Ik denk de derde, de vierde, denk ik. Niet zo veel. Ik denk derde of zo. Vierde of derde. Mert, nee, geen idee. Ik denk de vierde, vijfde. Tiende. De tiende, oké, de tiende. En wat vind je er tot nu toe van? Leuk. Ja? Wat vind je er dan zo leuk aan? De dieren. Ja, ik vind het wel leuk. Iedereen komt samen. Gewoon ook met vrienden rondlopen. Dat is wel leuk, ja. Ja, ik vind het wel gewoon leuk, want ja, iedereen heeft er volgens mij wel gewoon plezier mee. Ja, en wat vind je er tot nu toe van? Ik vind het heel leuk, want er is een paardenmarkt en wij doen ponyritjes en ja, het is gewoon allemaal heel leuk. De leukste? De parajump. Ben je er al vaak in geweest? Ja, iets van 7 keer. Oké, okay, dus jij hebt het naar je zin? Zekers. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind het heel leuk, vooral de kermis, mooie attracties. Ja. Best leuk. En waarom? Dat weet ik niet. Gewoon leuk. Leuk. Wat vind je ervan dat je vrij krijgt van school? Ja, dat vind ik natuurlijk heel leuk. Dan mag ik nu ook later naar bed. Hoe laat? 10:30. Wat vind je ervan dat je vrij krijgt van school? Ja, ik vind het niet erg. En hoezo niet? Ja, dan hoef ik niet te leren. Ja, wel leuk dat ik dan ook naar dit evenement toe kan. Wel een beetje leuk. Dan kan je meedoen met Les de Mert. Anders zit je in plaats van op Les de Mert zit je dan op school. Heel fijn, heel fijn. En waarom? Ja, gewoon even een dagje extra en dan kun je ook thuis nog even leren voor toetsenweek voor volgende week. Leuk. Ja? Lekker met vrienden spelen en gamen. Ja, heel fijn. Anders moest ik heel veel leren en zo. Dat is niet zo fijn. Daar heb je geen zin in? Nee. Geweldig. Heel leuk. En waarom? Gewoon geen school. Ja, dat is gewoon leuk. Dan kijken we even naar de berichten die op de sociale media zijn geplaatst. Gemeente Westmaas en Waal meldt dat het sportakkoord 2 een feit is. Afgelopen week ondertekenden de aanwezigen van het Sport- en Preventiecafé het lokaal sportakkoord. De pijlers hiervan zijn onder meer inclusie en diversiteit, ruimte voor sport en bewegen en gezonde voeding. Verschillende instanties werken samen om deze pijlers nog steviger neer te zetten. Vierdaagse Nijmegen laat in een reeks berichten op Instagram zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Zo zijn er wel 11 verschillende diensten die zowel voor als achter de schermen ieder met hun eigen expertise bezig zijn. De post wordt aangekleed met een foto van een service desk die tijdens het evenement op de wedren is gevestigd. En gemeente Bergendal meldt dat ze het kerkplein in het dorp Bredeweg gaan opknappen. Het plein is nu een grijze vlakte met vooral stenen en dat gaat veranderen. Een deel van de stenen wordt vervangen door planten en bomen. Het nieuwe ontwerp is samen met een aantal betrokken inwoners opgesteld. Er was vandaag een duidelijke tweedeling in het weer. Het begon allemaal nog droog en zelfs de zon liet zich nog even zien, maar vanaf halverwege de middag bereikten de eerste buien onze regio. Vanavond klaart het weer op en morgen zal vergelijkbaar verlopen. Het eerste deel van de dag is het nog bewolkt en droog, maar in de middag krijgen we weer met regen te maken. Het wordt zo'n 9 graden. Ook zaterdag zal een wisselvallige dag worden, maar zondag belooft het op de meeste plaatsen droog te blijven. Blijf wel fris bij temperaturen rond de 10 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 9 november vanaf de Les de Mert in Druten. Het laatste nieuws vind je doorlopend op onze website rn7.nl en morgen zijn we weer bij je terug met een nieuwe uitzending, gewoon vanuit de studio. Graag tot dan!